Zo, ik heb verschillende kerstkaartjes geschreven. Ik heb avondgeten. Het is nu 5:08 en dat betekent dat ik bijna 15 minuten heb gedaan over één vlog. Ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje afgeleid was tussendoor. Hopelijk duurt de tweede vlog die ik ga editen geen 16 minuten. Fingers crossed. Het is nu 7:30, tijd voor een ontbijtje. Ik heb nog wat deeg voor mijn havermoutwafels, dus ik ga zo weer maken. Naast het bloggen ben ik ook mijn haar aan het doen. Ik heb nu zo'n knotje hier en twee vlechtjes hier. Ik weet niet of dat een leuke haarstijl is. Maar momenteel is het wel gemakkelijk. Oké, maar nu gaan we voort doen. Wacht even nog van achter. Kan jullie dat zien? Waar zit mijn bureaustoel er? Oké, ik heb even gekeken naar dat beeld en dat trok ook niets. Maar het is wel leuk. Allee, het is wel gemakkelijk. Ik hoef nog lang geen kapster. Jullie een paar vlogs geleden nog. Dit klopt volledig. Alhoewel ik nog mijn 20 set. Tijd voor een quizje. Welke artiest uit de M&M 1000 ben jij? De vorige vraag was haarkleur, nu is het geslacht. Een van die twee. Yes. Ja. Pop. Poprock. Nee. Ik ben Ariana Grande. Ik moet eigenlijk naar de bank. Dus ja. We gaan dat doen zeker. Lekker enthousiast. Ik was eerst nog heel even bezig met het uitstelgedrag vertonen. Ik heb namelijk een post gekeken op de best social media met deze 27 TikToks uit 2019. Moet je echt gezien hebben. En er zitten echt fantastisch goede mensen. Echt iets om te kijken als je iets wel uit te halen, zoals het naar buiten gaan. Maar we moeten nu ook wel echt doen. Uiteraard ga ik gewoon weer in mijn kaars terug. Ik ga er misschien wel een jas over aan doen, want ja, ik moet naar de bank. En dat is niet sociaal geaccepteerd, denk ik, om in kerstrijden in de bank te verschijnen. Ach ja. Het heeft mij meer dan 6 pogingen gekost, maar ik heb een nieuwe banner. Helemaal leuk geworden. Wafeltjes aan het maken. Deze keer met havermout pannenkoeken. Again. Met appeltjes. Ik heb net gepost op TikTok. Voor nu is het een klein beetje vies, maar ik ga dat straks helemaal fixen. Oké, dit was sowieso de beste versie tot nu toe. Nu moet ik die nog onthouden voor als ik de volgende keer maak. En zodat ik hem kan delen op mijn blog. Joepie! Op Instagram konden jullie kiezen tussen verschillende challenges.
die ik een maand lang moet gaan proberen. En de winnaar was de 30 Days Yoga Challenge. Dus ik doe nu de... En ik heb nu de dag 1 gedaan uit de True 30 Days Yoga afspeellijst van Yoga with Adrian. Want jullie weten wel, als jullie op meer dan één vlog hebben gekeken van mij, dat ik echt verliefd ben op Yoga with Adrian. Zij doet iedereen gewoon goed voelen in de zin of haar lichaam. Ik vind het niet erg als je iets nog niet volledig perfect volgens het boekje kan. En dat vind ik gewoon heerlijk aan haar. Vandaag heb ik dag 1 gedaan uit de True Yoga 30 Days Yoga afspeellijst van Yoga with Adrian. Dus jij. Zo, ik heb verschillende kerstkaartjes geschreven. Ik heb avond gegeten. Ik heb een aflevering van Carnival Row gekeken. En nu ga ik slapen. Dus blijf goed kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer voor een nieuwe vlagmesvlag. Poink, 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 poink.